Hallo dames en heren, ik ben Vincent van Bayertown en je kijkt naar de top 5 en deze keer hebben we weer geweldige video's in een selectie samengesteld voor jullie. De top 5 beste video's op Bayertown deze week. Laten we gaan naar een intro. Het was geen lastige keuze om de nummer 1 te kiezen voor deze week, maar laten we eerst gaan naar de nummer 5 voordat we te ver gaan doorschieten. Op nummer 5 staat namelijk Yuri, Jordi en Rick met Pixelman. Ze spelen dus een bekende Pixelman op Minecraft. Een hele leuke mod om je eigen Pokémon te vangen. En nu met extra pixels. Kijk even mee. Ik zit in een Minecraft. Ik ben super stoer. Ja, ja, ik mine net. Rick is niet super stoer. Kijk, en dat bedoel ik nou gewoon. Okay. Huh? Ik heb een Death Note. Maar dan ben je wel super stoer. Laat maar zitten. Okay. Jordi, jij speelt toch ook al sinds Alpha? Ja. Ja, ik ook. Ik speel ook al sinds Alpha. Jij niet, Rick. Minecraft for Life. Jij niet. Ja, en Bardo speelt ook al sinds Alpha en oh my god. Oh my god. Oh, Rick, pas op. En op 4, dames en heren, staat onze enige echte Bardo. Die een kleine geschiedenis vertelt van de dans. Dus hoe het dans is ontstaan en waar het is ontstaan, kijk gewoon even mee. Voor mijn gevoel was dit eigenlijk een van de allereerste klassieke dansscènes die er ooit gemaakt is. Namelijk van Charlie Chaplin, de bekende film over Adolf Hitler, waarin op een gegeven moment Charlie Chaplin ging dansen met de Wereldbol. Die films waren in de jaren 50 of daarvoor. Gedurende de jaren 60 werden de muziekfilms iets, hoe zeg je dat, meer concertachtig. De jongens blijven ook maar opnemen. Op de nummer 3 staan Yuri, Rick en Jordi weer als Pixelmon video. Yes. Je, mensen lachen alsnog van, ah, de Snorlax en Bardo, hoe gaat het? Mensen dat wel in die chat, weet je, of in die comments, dan kunnen wij het maar beter zeggen. Ja, dat is grappig. Dat is waar, anders is het top Reddit comment sowieso en noem de Snorlax Bardo, broer, kom op. Ja, ja, gaan we vangen trouwens en dan Bardo noemen, dat sowieso. Wij gaan sowieso wel allemaal een Bardo vangen, weet je. En dan komt Bardo eens een keertje langs en dan vallen we maar met ons drie Bardo's, weet je. Mag ik dan ook een Ekans vangen en een Serpent Gameplay noemen voor dikke zelfpromotie? Ja, er is dus een manier hoe je ze kan nemen, zeg maar, die dingen. Maar ik heb nog momenteel niet gevonden hoe je... Was dat niet in de computer? Nee, je moet dus een bepaald item maken, als het goed is. Okay. Maar over items gesproken, wij zouden dus eigenlijk ijzer gaan verzamelen. Op de nummer 2 staat onze geweldige Rick met een XXL gameplay. Ik hoop dat jullie hem helemaal hebben gekeken. Kijk gewoon even mee naar deze compilatie. Ik ga hem nu niet pakken, ik wil alleen even kijken of ik hem al gehaald heb. Voor mij heb ik hem al gehaald namelijk. We gaan even kijken of ik hem al gehaald heb, want anders is het nog wel leuk. Oh, je hebt hem nog niet gehaald, zie je dat? En YouTube is natuurlijk ook mijn hobby, dus ik doe het niet alleen voor jullie. Ik doe het deels voor jullie en deels gewoon voor mezelf, omdat ik het leuk vind om te doen. En er zijn gewoon bepaalde games die vind ik zo leuk en heb ik zoiets van ja... toen de tijd was mijn commentaar nog kut en in lage kwaliteit, dat wil ik gewoon graag nog een keer doen. En ja, dit is een van die games, die ga ik sowieso over een paar jaar, als ik nog steeds YouTube doe, doe ik hem nog een keer. Dus ja, daar kun je op gaan rekenen. Daar is nog een muntje. Hebben wij nog een tromgeroffel voor de nummer 1, net als vorige week? Yeah! Oké, dames en heren, dit wordt spannend, want op de nummer 1 is geëindigd. Natuurlijk de geweldige leuke video waarin we al jullie vragen beantwoorden. De Vraagje Vrijdagshow. Nou, wat zou je doen als je homo bent, nee, Jordi? Nou, dat ben ik toch al, dus dat is gewoon dit. Dat is gewoon naar de wallen toe gaan, Amsterdam, weet je. Wat moet je doen als je een biscuitje in de Fernandes hebt laten vallen? Oh, ik denk gewoon opeten, denk ik. Wat is de Fernandes? Alcohol. Die voetballer. Is het nou een suikerdrankje voor voetballer? Make up your mind, woman. Of diegene die Patrick Fernandes van Philly's Speedball. Ja, als ik daar mijn koekje laat vallen, zou ik hem opeten. Je weet dat de Village People is eigenlijk helemaal niet van Patrick Fernandes. Dat is van Baywatch, chef. Nee. De Village... Want me alive. Mensen, ik heb helemaal geen zin meer in deze week. Ik ben ook blij dat die is afgesloten, want het weer, dat werkte dus totaal niet mee. Ik was helemaal doorweekt van de regen vandaag. Ja, niet alleen vandaag. Dus ik hoop dat Nederland weer een beetje zon gaat zien volgende week. En dan komen we volgende week gewoon weer terug met een nieuwe top 5. Voor een leuke video, geef een groen duimpje. Vergeet niet te abonneren, dat zou heel fijn zijn. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe video op Bayertown. Van de top 5. Tot later, mensen. Bye.